joh, iedereen wil het. Weet je, die transitie. Ja. En we willen aan hogere milieueisen voldoen. Maar het kraakt allemaal in de uitvoering. Ja. En ik wil straks ook die uitvoeringspunten met je doornemen. Maar toch even een vraag daaraan voorafgaand. Je merkt eigenlijk bij alle partijen die transitie moeten maken, want ik spreek er natuurlijk meerdere, dat het altijd is wijzen naar de vergunningen. Altijd wijzen naar de uitvoering. Terwijl ik denk, is dat niet ook een beetje te makkelijk? Kan de industrie niet ook zelf iets meer doen? Ja, kijk, die investeringsplannen liggen eigenlijk wel klaar. Men weet binnen de industrie, binnen de bedrijven, wat er nodig is om die doelstellingen ook voor 2030 te halen. Overigens is de industrie, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar ook aangegeven, in de klimaat- en energieverkenning, is de industrie de enige sector waar de kans nog reëel is dat je 2030 doelstellingen gaat halen. Maar dat is wel afhankelijk of je die uitvoering ook op orde krijgt. Mm-hmm. Dus die motivatie om dat te doen is heel erg groot. En als ik nou kabinet zou zijn, dan zou ik alles op die uitvoering inzetten. Vergunningen voor, nou ja, windpark op zee, dat duurt soms 8 tot 10 jaar. Hè? Of niet alleen vergunningen, maar van plan tot uitvoering. 8 tot 10 jaar. Vergunningen duren soms 5 tot 6 jaar. Zo zijn er heel veel voorbeelden. Het Portos project is natuurlijk een hele belangrijke. Portos, dat is een project in Rotterdam. En dat gaat erover dat we CO2 weer eigenlijk zouden willen opslaan. In de Noordzee. Ja. Nou, dat is een pijpleiding, maar die pijpleiding moet worden aangelegd. Dat levert stikstofuitstoot op, tijdelijk. Maar uiteindelijk, zonder die CO2-opslag in de Noordzee, gaan we die doelstelling in 2030 niet halen. Dus hier zie je dat de ene milieudoelstelling de andere in de staart bijt. Want wat heeft de rechter nou gezegd? Ja, die vergunning die kan je niet zomaar krijgen met het ontheffing. Nee, en dit is natuurlijk precies het probleem. Want je kan natuurlijk wel naar de overheid wijzen, wat iedereen nu intussen doet. Maak het nou allemaal eens even duidelijk. Schiet nou eens een beetje op met die vergunningen. Maar ja, er is gewoon Europees recht waar we allemaal aan moeten voldoen. En daar worden ook gewoon rechtszaken opgevoerd. Ja. We hebben een MOB die rechtszaken voert. We hebben Milieudefensie die rechtszaken voert. Donald Pols is eerder deze week geweest in de uitzending. Die gaat weer een rechtszaak beginnen. We weten nog niet welk bedrijf het is. Misschien wel iemand in de chemische industrie. Wie zal het zeggen? Dus is dit de uitweg dan om naar die overheid te wijzen? Vraag ik me af. Nee, we zullen het samen moeten doen. Kijk, wat je van het bedrijfsleven mag verwachten zijn de noodzakelijke investeringen om die transitie te doen. Mm-hmm. Maar we kunnen het eenvoudigweg niet alleen. Je hebt ook die overheid nodig om inderdaad die groene energie, de elektriciteit, voldoende aansluitingen, de vergunningen, om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Dat kunnen we eenvoudigweg niet alleen. En dus dat begrijp ik, hè? Dus ik ga helemaal in die argumentatie mee. Ja. Maar mijn vraag is, wat kunnen jullie nou nog meer doen? Hè? Als ik bijvoorbeeld kijk naar zo'n chemiebedrijf als Chemoor, die zorgt dat er allemaal stoffen op de grond neerdalen die gewoon gevaarlijk zijn voor onze volksgezondheid. En waar jaren geleden al door het bedrijf ook is vastgesteld dat dat een probleem kan zijn. Mensen die zwanger waren, die moesten op een andere plek gaan werken. Dus ik bedoel, dan weet je eigenlijk wel. Je kijkt me nu heel moeilijk aan. Nee. Oké, dan weet je eigenlijk wel van dit is niet goed. En dat gaat dan maar door, weet je. Dan heb je toch zoiets, ja, wat is dan de gedachtegang bij zo'n bedrijf? Ik bedoel, ergens moet je toch ook vanuit jezelf denken van, dit kan zo niet langer. Ja, ik ben natuurlijk geen woordvoerder voor Chemoor, hè. Dat moeten ze zelf doen. Oh ja, ik sprak het verkeerd uit. Misschien kijk je daar maar zo raar naar. Nee. Kijk, ik zei al, er is nog een hoop werk te doen, ook op het gebied van stoffen. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat die stoffen niet in het milieu terechtkomen. Mm-hmm. Dus er is een heel groot programma in Europa om die omslag ook te maken. Op 22 maart dan start er een consultatieronde over een PFAS-verbod, bijvoorbeeld in Europa. Ik denk dat we, hoe eerder we die stoffen uit dat milieu kunnen halen, hoe beter het is. Mm-hmm. Maar we moeten niet alles tegelijk zomaar weggooien. Want bijvoorbeeld brandvertragers, daar zitten die stoffen ook in. Als je dat ook allemaal van de een op de andere dag verbiedt, ja, dan kan het ook ervoor zorgen dat situaties in bedrijven gevaarlijk worden. Ja, en die afweging begrijp ik. Maar je vertelde al even, je hebt natuurlijk ook heel lang bij Shell gewerkt. Dat is natuurlijk ook wat we rond Groningen hebben gezien. Het was gewoon gevaarlijk voor de veiligheid van mensen in dat gebied. Ja. Maar er waren ook zoveel goede argumenten om ermee door te gaan. En dan is toch, hoe maak je nou die afweging?
Nou, door te kijken naar de risico's. Hè? Mm-hmm. Dus de stoffen die het grootste risico opnemen, daar opleveren, daar moet je het eerst op richten. Daar gaat het Europese programma ook over. Daar werken wij ook van harte aan mee. Hè? Want inderdaad, hier moet ook een omslag worden gemaakt. Wij zien dat dus ook een groeikans en niet als een bedreiging. Mm-hmm. Maar dat betekent wel, we kunnen niet alles tegelijk. Dus we hebben nu met de Europese Commissie een zogenaamde, ja, dat heet dan met een mooi woord, transition pathway. Dat is een soort roadmap. Mm-hmm. Wat moet de industrie nou doen de komende jaren om die verduurzamingsslag te maken? Ja, er is ook een commissie onder leiding van Caroline Gerels ingesteld die ook maatwerkafspraken moet gaan evalueren en dan met de industrie moet gaan maken waar de grote stappen gezet kunnen worden. Dat is weer een iets apart onderwerp. Ja. Maar wat ik belangrijk vind van die roadmap, ja, is dat de Europese Commissie zegt, die chemie is voor Europa ongelooflijk belangrijk. Want we willen niet afhankelijk worden nog meer van die grondstoffen en die producten die de chemie levert van landen als China. Dus wij willen, waar nu al 40% van de investeringen naartoe gaan, hè, in de chemie. Dus dat moeten we ook even, als het over onze medicatie gaat, even onthouden. Dus dat, je wil die cruciale stoffen wel graag hier blijven maken om te voorkomen dat je daarvoor afhankelijk wordt van, nou ja, van dat soort landen. En dat betekent dat je een roadmap moet hebben over wat is er nou nodig de komende jaren om dat te gaan doen. Dat heeft de Europese Commissie nu uitgebracht. En we zijn nu bezig om daar voor Nederland invulling aan te geven. En dan gaan we daar heel graag met het kabinet over in gesprek. Mm-hmm. Van wat moeten we nou eerst doen? Wat kan even wachten? Want we kunnen niet alles tegelijk. We hebben ongelooflijk veel te doen op het gebied van stoffen, van energie, op het gebied van klimaat, digitalisering. Noem maar op. Ja, het gaat niet allemaal in één keer. Maar waar ligt jullie prioriteit dan? Nou, energie en klimaat is wel echt heel erg belangrijk. Maar dat stoffen, dat is, ja, dat staat ook wel heel erg bovenaan. Ja, nee, want daarom, want ik snap ook de complexiteit. En dan lijkt het me zo moeilijk. En ik snap ieders complexiteit. Ik bedoel, ik spreek zoveel mensen voor deze microfoon. En dan denk ik, hoe komen we nou verder? Weet je wel, waar moet nu de doorbraak vandaan komen? Uit de uitvoering. Echt, daar zit het. Het stapelen, blijven stapelen van ambities, beleidsplannen, daar hebben we echt wel genoeg van. Op het gebied van die klimaat- en energietransitie, wij willen aan de slag. Zorg er nou voor dat we in die uitvoering dat ook kunnen doen. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste oproep.